ik was vannacht even bezig met mijn webcam om daar proberen mee online te gaan. Een hele goede middag, lieve vrienden. En van harte welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zondag, derde adventszondag, de 13e december. En we leven om 3:10. En ik moet de hondjes weer even uit gaan laten, uiteraard. Ik was vannacht even bezig met mijn webcam. Om daar proberen mee online te gaan, maar dan moet ik het een en het ander instellen waar ik geen verstand van heb. Dus dat probeer ik aan Karen en Roderick te vragen, wil het alsnog niet lukken. Dan gebruik ik mijn mobiel er gewoon voor, mijn normale mobiel. Ja, die maak ik dan even leeg en dan dat er niks kan gebeuren met mijn foto's en filmpjes die erop staan. En dan gaan we dat gewoon proberen te doen allemaal. Ik ga eerst wel weer met die webcam aan de gang. Waarom zit mijn kettingen niet lekker? Gevoel dat ik strot. Waar is die andere nou weer? Daar, die moet daar zitten. Zo. Nog niet netjes, hè? Zo. Dus ja, we kijken wel hoe het ruilt en zeilt. Ik ga eerst nog lekker even met die hondjes naar buiten toe. En ik ben weer netjes voor derde adventszondag, toch? Ja, dacht ik wel. Moet weer bling bling bling, jurk aan. En we gaan er wat van maken vanmiddag, dames. Ja, ik was zo laat uit. Ik heb wel de droger al draaien. Ik heb ze vanochtend al wel buiten in de tuin gehad. Maar ik heb vannacht amper een oog dicht gedaan. Dat, het kwam, ik weet niet. Ik kon niet, ik was dood en dood moe hoor, echt wel. Maar ik kon gewoon de slaap niet pakken. Nee, die bleef maar weg. Ik wil niet zeggen, in plaats dat Klaas vaak even komt met zijn slaapzand. Maar nee, ook niet. Ik had hem wel al lager geroepen, maar hij kwam niet hoor. Nou, denk dan maar niet. Dus af en toe even een spelletje gedaan, toch? Dat ik uiteindelijk wel in slaap ben gevallen. Nou, ik denk, bekijk het allemaal maar eventjes, ja. Ik denk, het is zondag, niemand die op mij wacht. Dus, laat maar gaan. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie derde advent, zondagmiddag. Ik ga met de hondjes er even uit. En dan zullen we zien wat we verder kunnen doen met de webcam of mobiel. Ik bekijk dat wel even. En het komt altijd goed. Ja toch? Ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Tot dan. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, we zijn weer op maandag aanbeland. En wel 14 december en we leven om 13:22. De huishoudelijke zorg die is al lekker druk voor me bezig. De diertjes zijn alle drie binnen, ook Gandalf. En dat terwijl dat het toch aardig mooi weer is. Althans, ja, het is mooi weer, het zonnetje schijnt, er is blauwe lucht en er is bewolking, er is van alles. Ja. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet. Waarom die dan vooral binnen is? Ja, ik weet het niet. Ook ben ik met een vlog bezig. Maar ja, YouTube ligt eruit. Daar kunnen wij weer niks aan doen. Nee. En hier hebben we deze twee kanjes. Maar deze wil niet luisteren. Hé, ja. Deze wil niet luisteren. Hé, die is weer eigenwijs aan het doen. Hé, Jono. Moet dat nou weer? Boefje. Hé, hey, grote meid. Hmm.
Rijka toch. Hé, wat een dikkie. Nee, niet pootjes bijten. Je moet niet zo gemeen zijn. Potverdikkie. Die is een stout, Rijka. Iedere keer pootjes bijten. Dat wil Elwing ook niet. En ik heb niet de tandjes, anders had ik bij jou zie je pootjes gebeten. Kijk hoe jij dat vindt. Hé? Doet de ouwe hoor. Hé? Ja, schat. Doet de ouwe. Ja. Hé? Hopie. Hé? Wijf je toch. Je moet lief zijn. Ja, gewoon spelen. Niet bijten, maar spelen. En dat kennen we wel, hè. Jo. Nou, en daar zit daar weer een. En dan moet ik weer uitkijken met rijden. Hé? Dus ja, straks als de huishoudelijke zorg weg is, dan ga ik dus de booster pakken en er ook vandoor. Want ik wil even nog shoppen voordat er winkels dicht gaan door dat gekte daar in Den Haag. Ja. En degene die net zo gek... Ja, daar hadden we de piep, hè? Ja, daar hadden we de piep. De piepshow. Nou, dan ga ik toch zo. Ja. Ja, de wilde. Ik draai wel mee, hoor. Zo. Ja, dus dat is gewoon pure ellende. Als er een andere er niet op wil of er niet op mag of wat dan ook. Maar dat doen we toch even zo. Ik weet niet, ja, zo. Ga ik gewoon even hier zitten? Ja, laat haar maar aanmodderen hoor. Ik weet niet hoe je allemaal kijkt. Mijn volgers. Ja, oké. Okay, ja. Ja, nou komt je stem er wel op, maar ze zien je niet. Dus, maar kijk nou eens. Kijk nou eens. Banjers. Zo dan! En toen ging er een deur open terwijl er niemand binnenkomt. Nou dat nog. Ja, die moet je aantrekken totdat die klikt. Klik zegt. Zo. In de kast, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ga ik ook doen. En doe het met een glimlach. Naar anderen toe ook. Ook degene die je niet kent. Lach naar ze, want dan geef je vrede over en liefde over. Je mag geen hand geven van die klojo's daar in Den Haag. Nou ja, doe je een elleboog, dat kan ook. Ja, het is allemaal... ze hebben daar allemaal een gaatje in hun hoofd. In mijn idee hoor. Ja, en ik ben niet de enige die er zo over denkt. Dus er zijn er meerdere met mij. Maar oké, ik zou zeggen, tot later. Oepsie, het is wat donkertjes. Even kijken. Ja, dat wel helpt een beetje beter. Ja. Ja, het is al natuurlijk weer avond. Het is, loopt tegen 7 uur. En de dames die zijn aan het eten. Ons de beurt staat er even eentje bij de bak. Maar ja, Rijka kan er ook wel bij hoor. Het bak is groot genoeg. Maar ze wacht haar beurt af. En ze hamstert daarbij. Dan neemt ze weer een bekje vol mee naar een andere plek en daar eet ze het weer op. Moet ze zelf weten, ja. Normaal gesproken komt Sandra Urban altijd op dinsdag, maar ze is vandaag al geweest, dus ik hoef vanmiddag, morgen bedoel ik, krijg ik dan, zover ik weet, helemaal niemand. Dan hebben we morgen vrij af. Want ze laat ook weer troep leggen. Ja, de zoveelstal die dat doet. Waarom gooi ze dat niet weg? Ja, die zakjes waar die melkpoeder in zit, is dat zo moeilijk? Kennelijk. Maar in ieder geval,
Ja, alles gaat weer pot en pot dicht, hè? Enkel de levensonderhoud, winkels en apotheek, dat blijft natuurlijk open. Dat is voor je leven. Maar alles gaat weer vannacht om 12 uur, 00 uur gaat dat, wordt dat veranderd. Ja, nou ja, dan zijn ze toch dicht, sowieso. Maar in ieder geval, ja. Ze zijn daar gewoon doorgedraaid. Nog meer dan dat wij doorgedraaid zijn. Ja. Ik neem het allemaal met mijn tekort zout. Ze zijn niet good wees, in mijn ogen. Want, ja. Denk maar terug aan meneer Hitler. Nou ja, dan weten we toch genoeg. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar als je terug gaat denken en de verhalen van je oma, opa herinnert. Nou ja, dan is dit hetzelfde enkel in een moderne jasje. Zo moet je het bekijken. Ja. Maar oké, ik zit er verder niet mee. Het is bijna kerst ook, lieve vrienden. En daar geniet ik van. Het is allemaal weer mooi versierd. Ook buiten hier en daar is het versierd. En ja, ik probeer, als het een beetje knap weer is, morgen, aan het einde van de dag, eventjes omtoer te gaan. Om de wijken hier en daar te kijken. Joteren! Zo, dat was mijn mobiel even. Ik krijg allemaal appjes binnen. Maar in ieder geval wil ik even kijken of het hier en daar mooi versierd is. Zoals in Den Haag, bij Karen en Roderick. Een hele wijk helemaal mooi verlicht en prachtig en praal. Ja, dus ja, dan wil ik toch wel eventjes hier ook kijken. En daar neem ik mijn camera dus even mooi voor mee. Voor nu zeg ik een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Smakelijk eten als je net zo laat bent als ik. Ik hoef het gelukkig maar op te warmen en is het ook klaar. Straks, ja, dan hebben we weer de televisie hartstikke mooi. Dus ik kom vanavond niet retour. Nee. De hele avond is het weer mooi. Kerstfilms. Dus ja, dat wil ik graag zien. En dat komt dan allemaal wel goed. Ik ga mijn eten lekker opwarmen. En ik zou zeggen, hele fijne, liefdevolle avond. Voor later wel trusten. En uiteraard, morgen gezond weer doen opstaan. En ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!